Als we zo terugkijken op 2015, dat begon het jaar met een aanslag op een tijdschrift, Charlie Hebdo, en in Parijs. En het jaar eindigt ook nog eens heel triest met een nog afschuwelijkere aanslag in Parijs. Weet je, een oorlog is altijd heel ver weg geweest van ons en in één keer is het dan heel dichtbij. 70 jaar leven wij al in vrede. En mijn generatie, waar weet dan niet wat oorlog is. Maar de generatie die voor mij kwam, die weet het nog van zijn of haar ouders. Maar we zijn gewend geraakt aan vrede, we leven in vrede. Maar als er dan in één keer zo'n aanslag gebeurt en je weet het kan overal gebeuren, dan weet je in één keer van, vrede is niet vanzelfsprekend. Weet je, het nieuws is vaak een ver van de bedshow. Alles wat we horen in Syrië, we vinden het verschrikkelijk, maar het is toch ver weg. En in één keer stroomt ons land vol met vluchtelingen uit Syrië. En in één keer komt datgene wat zo verschrikkelijk is van wat daar gebeurt, komt ontzettend dichtbij. En dan twitterden de mensen volop, pray for Paris. Hashtag pray for Paris, heb ik zelf ook gebruikt. Maar ik las ook berichten op social media, op internet, dat mensen daar moeite mee hadden. Dat mensen iets hadden van, wat? Bidden voor Parijs? Waarom zou ik bidden voor Parijs? Bidden, dat heeft te maken met religie. Bidden is de religie, dat is de oorzaak van al deze ellende. Waarom zou ik bidden? En ik kan me heel goed deze vragen voorstellen. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, zou de wereld beter af zijn zonder religie? Is religie niet de oorzaak van heel veel oorlog? En daarom wil ik vandaag ook benadrukken dat kerst gaat niet over de start van een nieuwe religie. Kerst gaat over de geboorte van een redder. Jezus Christus. Geboorte van de koning van de vrede. Weet je, en zijn komst liet dat al heel duidelijk zien. Hey, dit is niet het begin van de christelijke religie, nee. Jezus is niet gekomen om een nieuwe religie te stichten. Jezus is gekomen om de relatie tussen God en mens te herstellen. Met andere woorden, er is een heel groot verschil tussen religie en tussen Jezus. In feite, Jezus en religie gaan helemaal niet samen. Als je leest in de evangelie, dan lees je dat Jezus de grootste mot had met mensen die religieus waren. Daar had hij de grootste confrontaties mee. Dat zie je in zijn leven, maar ook in zijn geboorte. En daar wil ik een kort moment met jullie voor nemen, om daar eens op in te zoomen. In zijn geboorte wordt al heel erg duidelijk dat God geen religie wil, maar relatie. Laten we het eens lezen. Het kerstverhaal in Lucas 2 vanaf vers 7 tot en met 14. Komt heel mooi op het scherm. En ze bracht een zoon ter wereld, Maria. Haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek, legde hem in een voederbak. Omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten hen dus de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hem en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld is in een voederbak. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Tot zover. Nou, uit dit gedeelte wil ik vier verschillen noemen tussen relatie en religie. Jezus kwam om de relatie tussen God en mensen herstellen, niet om een religie te stichten. Nou, waaraan merken we dat dan? We merken het al aan vier dingen. Ten eerste verschil tussen religie en relatie is dat religie gaat om de buitenkant en relatie gaat om de binnenkant. De staat, ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Natuurlijk zijn we gewend aan dit verhaal. Maar als ik God was geweest, dan had ik het even heel anders aangepakt.
Dan had ik alle hooggeplaatsten, alle machthebbers had ik aangeschreven. Ik had een heel ziekenhuis had ik afgehuurd. Ik had een mega baby shower. Want baby showers, dat is helemaal vandaag de dag toch? Baby shower, mega baby shower. Een mega kraamfeest. Ik had een persbericht uitgestuurd naar alle koningen over de hele aarde. Dat de koning, de koningen, geboren zou worden. Zo had ik het aangepakt. Waarom? In vredesnaam. Laat God het toe dat de zoon van God, de koning, de koningen, in een voederbak wordt geboren. Wordt gelegd. In een stal. Vergeet even al die kerststalletjes die je wel eens gezien hebt. En denk even aan een koeienstal. Dan ga je ook niet lekker liggen, toch? En dan tussen de koeien stront. En... Oh, heerlijk, lekker zeg. Weet je, ik ga, als ik een babytje heb, dan ga ik niet de bak van mijn hond geven, waar ik mijn hond uit te eten geef. En dan zeg ik, en dan ga ik daar mijn kind uitvoeden. Nee, weet je, dat doe je niet. Maar waarom deed God er dan niks aan? Waarom? God heeft, kan toch alles? God heeft alle macht. Waarom laat hij nou dat gebeuren, dat Jezus in een smerige, stinkende stal geboren wordt en dat hij niet een gouden wieg heeft, maar een ranzige voederbak waar net dieren uitgegeven zijn. God heeft het zo gewild. God heeft alle macht, hij kan alles, hij had alles kunnen voorkomen, hij had kunnen regelen dat er een luxe hotel vrij was. Nee, God had daar zijn hand in. God wilde iets duidelijk maken meteen vanaf het begin. En dat is, religie gaat om de buitenkant, maar ik kijk naar de binnenkant. Mensen kunnen langs die stal lopen en denken, oh God, wat een smerige stal. En dan ligt dat kind in die voederbak. Wat zijn dat nou voor ouders? Mensen kunnen hun neus ophalen. Maar als je verder kijkt dan de buitenkant en je kijkt door die smerige stal heen en je kijkt door die voederbak heen, dan zie je daar de zoon van God liggen. Het lijkt een doodgewoon babytje, maar het is de zoon van God, de koning van de vrede. En weet je, die knippen mag misschien waardeloos zijn, mag oud zijn, mag smerig zijn, maar wat geeft het waarde? Datgene wat erin ligt, dat geeft het waarde. Weet je, je kan een pizza bestellen, je kan een pizzadoos kopen, maar wat geeft het waarde? De pizza, niet de pizzadoos. Het gaat om de inhoud. Religie zegt, het kan maar op één manier. We hebben het altijd zo gedaan. Religie zou zeggen, als je een koning bent en je kind wordt geboren, dan moet het in een paleis en dan moet het groots. Zo denken wij mensen, de wijzen uit het oosten, ze gingen niet naar een stal, ze gingen naar een paleis. Omdat wij mensen, wij hebben een bepaalde verwachting, wij kijken naar de vorm. Maar het gaat God niet om de vorm, het gaat God om de inhoud, om wat er in die kribbe ligt. God wil dan meteen duidelijk maken, hey, ik zet alle mensen die religieus denken, een bepaalde verwachting hebben van hoe geloven werkt, dat zet ik op losse schroeven. Ik laat mijn zoon in een stal geboren worden. Of all places. Ik laat mijn zoon leggen in een voederbak. Om één ding duidelijk te maken. Het gaat om de binnenkant. Het gaat niet om de buitenkant. Dat is het eerste verschil tussen religie en relatie. Tweede verschil is, religie gaat, is erop gericht om jezelf te verhogen. Een relatie gaat de onderste weg. Nou, vers 8 lazen we. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Nou, opnieuw, als ik God was geweest, had ik dat anders aangepakt. Ja, dan had ik alle mensen met invloed, alle mensen met status, alle mensen die zo praten, weet je wel. Praten ze ook zo in Limburg als ze heel rijk zijn? Of praten ze dan toch net iets anders? Zoals jullie horen, ik kom niet uit Limburg, ik woon al 15 jaar hier. Dus ik ga het ook niet nadoen. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel, toch? Mensen van invloed, van status, van positie. Hey, dat waren de eerste geweest. Toen Willem Alexander kinderen kreeg, wie kwamen er allemaal op visite? Ik niet. Willem belde mij niet op, hey, dan kon je maar even komen, want Amalia is geboren. Nee. Dat was koning Gustafsson en koning Filip en koning weet ik veel wie. Die mochten allemaal komen. En zo denken wij mensen. Maar waarom, of all people, kiest God herders uit om het als eerste aan te vertellen? Weet je, herders waren een beetje de vuilnismannen van onze tijd. Het was een beetje een minderwaardig paardje. Het was niet echt iets waar je trots op was. Hey, je zit dan op een verjaardag en dan wordt er gevraagd, hey, wat doe je dagelijks leven?
Nou, ik doe advocaat, ik ben directeur. En wat doe jij dan? Ja, ik ben vuilnisman. Ja, dat is een beetje, hè? Jullie kennen dat wel, hè? Alsof dat wat minder waardig is. En dat is wat religie doet. Religie, die is gebaseerd op eigen prestaties. Van kijk mij nou, kijk eens wat ik allemaal doe. Kijk eens wat ik allemaal doe voor God. Kijk eens naar al die regels die ik houd. Hoe goed ik ben voor de armen. God zal wel heel blij met me zijn. Religie verheft zich. Oh, onze kerk is beter dan jullie kerk. Oh, mijn geloof is beter dan jullie geloof. En het veroordeelt anderen. Religie doet zich meer voelen en kijkt op mensen neer. Zo werden op die herders neergekeken. Dat waren die vuilnismannen. Maar ik zeg je één ding vandaag. Als Jezus vandaag geboren was, dan was hij geboren in de klomp in Heerlen. Nou breek je klomp, of niet? Dat dacht ik al. Ik hoor een klomp breken, ik denk, tjaka. En tegelijkertijd was er een engelenkoor buiten geweest, die de vuilnismannen, die net het vuilnisman hadden aan het oprapen waren, die hadden ze gezegd, daar in de klomp is een kind geboren. Dat is het kerstverhaal in de moderne tijd. En plaats je referentiekader op. Als Jezus hier binnen zou komen, zouden we misschien niet eens herkennen. Misschien zou hij eruit zien als een dakloze. En zouden we denken, nou, wat moet die hier? Oh, die mag zich wel eens wassen. Jezus komt op een manier zoals je niet verwacht. Jezus maakt korte metten met religie. Het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Jezus komt voor de mensen die anderen buitensluiten. Waar anderen op neerkijken. Waar die anderen veroordelen. Jezus kwam voor de mensen die religie veroordeelt. Religie afwijst. En met zijn geboorte en met die aankondiging van het geweldige engelenkoor. Man, het is een Christmas event geweest. Het allereerste Christmas event, dat konden wij wel inpakken met ons. Trouwens, maar ik vond die Engelsen wel super schattig. Konden jullie niet? Zullen we nog een applaus voor die kleine, lieve, schattige Engeltjes? Ja, dat vonden jullie geweldig. Echt, ik zou eigenlijk gewoon het nog een keer willen zien, weet je wel. Maar het komt allemaal op YouTube. Maar er was er een engelenkoor. Geweldig. En sterren aan de hemel. Het was een geweldig. En ze zongen natuurlijk super mooi in harmonie. Eerste, tweede, derde, vierde stem. En die herders wisten niet wat ze zagen. Die hemel ging open. En de Bijbel zegt dat ze zo, en ik zal het even demonstreren. Ere zij God. Wie lacht er? Ere zij God. In de hoge. Kan ik ook zingen? Weet je, ik denk dat het was ook een rappende engel daar. Ere zij God in de hoge. Ik zeg je, ere zij God in de hoge. Kom op, Michael. Ere zij God in de hoge. Come on, wave your hands in the air. Wave like you really do care. And if you really love the Lord Jesus Christ, somebody say. Somebody say. Ere zij God in de hoge. Doe maar een ander liedje denken. Zijn leven hoog. Mireille, gaan staan, mijn vrouw is jarig. Zing even voor haar, ga even op de stoel staan. Zijn leven hoog. Applaus voor Mireille. Ze is bijna 40 jaar geworden. En natuurlijk is het de verjaardag van Jezus. Maar stiekem ook een beetje van Mireille. Wauw, 400 gasten op je verjaardag. Hey. Dat is gewoon 10 keer zoveel als het aantal jaar wat je nu geworden bent. Geweldig Mireille, ik hou van je. Ik ben blij dat je mijn vrouw bent. Ik wil je gewoon even het zonnetje zetten. De hele dag heeft ze zich suf gewerkt om alles met de dans geregeld te krijgen. Dus of het eigenlijk aan verjaardag wordt. Dus ik vind dat ze dit wel verdient, toch? Ja, zijn leven hoog. Dat is mooi. Mooie boodschap, hè? Hey, maar wat zeiden die engelen tegen de herders? Ze zeiden, er is een redder geboren. En wat zei de engel tegen Maria? Ook, het is een redder geboren, maar waar zal hij je van redden? Hij zal je redden van je zonde. En religie zegt, ik red mezelf wel. Ik doe al die dingen die God voor mij vraagt
En dan zal God wel van mij houden, dan verdien ik zijn vergeving. Maar het feit is dat niemand van ons kan zeggen we zijn zonder zonde. Niemand van ons kan zichzelf verlossen van zonde. Religie zegt, ik kan dat wel. Ja, ik kan heilig leven. Relatie zegt, God, help me. Ik heb u nodig. Ik heb een redder nodig. En die herders, ja, die waren niet trots. Die keken niet op mensen neer. Nee, ze stonden open. En ze zagen verlangend uit naar de Messias. En zei, het was een droom die uitkomt. De redder is geboren. Maar religie is trots. En wil niet buigen. En wat ik zo mooi vind. Weet je, de mens dwaalde af van God. Wij maakten er een potje van. En tussen mensen gaat het dan zo. Ja, het is jouw schuld. Je bekijkt het maar. Maar God dacht het zo. Ook al waren wij schuldig, zond God zijn zoon, redder van de wereld, redder van onze zonden in de wereld. Hij ging de onderste weg voor ons. En dat is relatie. En daar kijkt God naar. God kijkt, zijn er mensen die zeggen, God, ik heb u nodig. En dat is de mensen waar Jezus voor is gekomen. Niet de mensen die denken, bah, ik red het wel, ik heb God niet nodig. Dat is het tweede verschil. Het derde verschil is, religie maakt vrij. Relatie maakt je gevangen. Staat er in vers 10. Want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Goed nieuws. Hebben jullie wel eens goed nieuws gehad? Ja, ben je wel eens heel extreem mega blij geweest? Ja, morgen ook onder de kerstboom. Wauw. Als je goed nieuws krijgt, maar als ik een ton schuld heb, weet je, bij de bank, en ik kom daar, en ik kan het niet betalen, en ik dreig uit mijn huis gezet te worden, ik kan mijn kinderen geen eten geven, en één zegt de bankdirecteur Remco de Zwart, krijgt net een telefoontje van de hoogste baas van de ABN AMRO, die ton, die schelden je kwijt. Wow, dat is vet goed nieuws. Ik denk dat ik naar huis zou gaan, ik denk dat ik zou zeggen, I'm so happy, come on up, so happy, yeah, like a room without a roof. Happy, 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 happy. Waarom zien we zo weinig happy in de kerk, man? Happy. De engelen zeggen hier, goed nieuws, en jullie worden er hartstikke blij van. Happy. Mensen gebukt om. Oh, en ik moet dit doen. En ik moet dat doen. En ik ben nooit goed genoeg voor God. Ik schiet altijd tekort. Weet je, en dan vragen mensen, hey, jij bent christen, hè? Ja. Vind je het leuk om christen te zijn? Ja, het is hartstikke leuk. God is heel goed. En ja. Hey, als mensen zeggen, hey, hou je van Jezus? Zeg je, man, ik hou van Jezus. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij is gekomen naar deze wereld vol duisternis. Hij is geboren in een stal, in een voederbak voor mij. En hij werd bleef geen baby. Nee, uiteindelijk stierf hij aan het kruis van mijn zonde. En ik heb hem ontvangen uit zijn vergeving. En ik ben blij, mijn leven is nieuw geworden. Ik ben ook met dezelfde. Hij heeft mij vervulling gegeven. Alle eenzaamheid is weg. Hij heeft mijn hart genezen. Ik ben hartstikke blij met Jezus. Come on. En dat is wat religie doet. Jezus is niet gekomen om mensen religieus te maken. Helemaal. Jezus is gekomen om mensen te bevrijden van het juk van religie. Als ik je zeg, Jezus is gekomen om religie te vernietigen. Geloof je me dan? Amen. Dat hele systeem van denken. Wij kunnen een aantal dingen doen en dan verdienen we Gods liefde. En uiteindelijk, mensen nemen Jezus aan. En ze zijn happy. En dan in één keer zeggen, ja, nu moet je dit doen, nu moet je dat doen, nu moet je zus doen, nu moet je zo doen. Als ik tegen mensen zeg dat ik christen ben, dan zeggen mensen, ja, ik ga echt geen christen worden. Hè? Want dan mag ik dit niet meer, dan mag ik dat niet meer, dan mag ik zus niet meer. Het geloof in Jezus is niet een aantal regels volgen. Nee, het geloof in Jezus is hem kennen, is van hem houden, is een relatie met hem hebben, is zijn vriend zijn. Dat is waar Jezus voor gekomen is, dat je een relatie met hem hebt. Niet dat je een aantal regels gaat opvolgen en dan ben je in één keer een christen. Nee, christen zijn betekent dat je Jezus volgt. Weet je,
Religie geeft oorlog. Ja, de een voelt zich beter dan de ander. En de een wil zijn gelijk op de ander opleggen. Met als gevolg daarvan dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Ook door het christelijk geloof. En ook vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Maar Jezus is gekomen om te geven vrede. Hij is de prins van de vrede. Religie maakt dood, maar Jezus maakt vrij. Jezus is gekomen om te geven leven en overvloed. Jezus is gekomen om te geven vrede. Jezus is gekomen om te geven vreugde. Jezus is gekomen om te geven vrijheid. Geen gevangenschap. En dat is een derde verschil. Religie maakt vrij. Sorry, Jezus maakt vrij. Relatie met Jezus maakt vrij. En religie maakt je gevangen. Wist jullie trouwens dat God van feestjes houdt? Als ik in de hemel kom, joh, dan staat er... Weet je waarom ik dat weet? De feesten die in de Bijbel staan, zijn allemaal door God bedacht, niet door mensen. God houdt van feest. Heb je ook zin in een feestje vanavond? Hey, op een verjaardag gaan we toch niet allemaal met lange gezichten? Dan gaan we toch blij zijn? En dan zeg ik, gefeliciteerd Jezus. Amen. Nou, kom bij het vierde punt. Voor het geval dat je dacht, jongen, blijf die man maar doorratelen. Nee, ik ben bijna klaar. Het vierde punt. Religie veroordeelt. En relatie gaat om liefde. Vers 14. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft. Laat het even tot je doordringen. Alle mensen die Hij lief heeft. Dat betekent dat ieder die hier zit, dat je geliefd bent. Dat God van je houdt. En dat klonk uit de hemel. Uit de hemel klonk, ik heb alle mensen lief. Terwijl religie zegt, als je dit en dit doet, dan gaat God jou lief hebben. Dan kan je misschien in zijn buurt komen. Maar God zegt, nee, ik heb de wereld lief. En daarom geef ik mij zo, Johannes 3 vers 16, want al zo lief had God de wereld, dat hij zond zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat vers 17, die is ook heel belangrijk. Hij heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Ja, religie veroordeelt, beoordeelt, wijst af, meet of iets wel goed genoeg is. Maar God zegt, weet je, ik weet dat jullie tekortschieten. Ik weet dat jullie jezelf niet kunnen verlossen van jullie zonde, maar ik veroordeel jullie niet. Nee, ik zet mijn zoon in jullie duisternis. En zo hebben we allemaal een stal, een stinkende stal, waar we eigenlijk niet willen dat Jezus hier binnenkomt. Weet je, maar Jezus, hij wil jouw stinkende stal binnenkomen. Niet om te zeggen, jongen, wat stinkt het hier? Wat een rotzooi heb je van je leven gemaakt. Nee, hij wil zeggen, hé, ik ben gekomen om te geven leven en overvloed. Om dat huis wat er zo vervallen bij liggen, wat stinkt, om dat mooi en schoon te maken. Om je een nieuw leven te geven. Jezus is liefde en hij veroordeelt je niet. Nee, hij kwam naar deze wereld om je te redden. Zijn geboorte gaf een signaal af. Geen religie, maar relatie. Zijn leven liet zien geen religie, maar relatie. Maar ook zijn sterven liet dat zien. Weet je, Jezus, hij werd gelegd in een kribbe. En God voorkwam dat niet. Nee, God heel bewust liet Jezus geboren worden in een kribbe van hout. Een kribbe, een voederbak waar je geen babytje, onschuldig kindje in wil leggen. Dat doe je niet. Maar God liet het toe. En ik geloof dat het al iets laat zien. Ook van de reden waarvoor hij gekomen is. Want God werd mens om te sterven. God kan niet sterven. Alleen een mens kan sterven. En God wist, ik wil de mens redden van de zonde waar hun zich niet zelf van kunnen redden. Ik word een mens. En ik ga sterven in hun plaats. En uiteindelijk werd hij genageld aan een kruis. Van de kribbe, een houten kribbe, naar een houten kruis. En wat sloegen ze aan dat houten kruis? Een onschuldig persoon. Iemand die nog nooit gezondigd had. En dan zul je zeggen, waarom laat God dat toe? Waarom laat God toe dat zijn zoon wordt genageld aan dat kruis? Zoon, de enige man die ooit zonder zonde heeft geleefd. Waarom? God laat u dat toe. En dan zegt God, ik liet dat toe. Ik liet dat heel bewust toe voor jou.
om jou te redden. Want daar toen mijn zoon aan het kruis hing, droeg hij jouw schuld. Weet je nog dat ik zei bij de geboorte, dit is de redder van de wereld. Hij zal je bevrijden van je zonde. Dit is de manier waarop hij het doet. Aan het kruis. Aan het kruis genageld door religie. De religieuze mensen vonden dat Jezus een godslasteraar was. Hij voldeed niet aan hun verwachting. En dus nagelden ze hem maar aan het kruis. Maar Jezus werd niet vermoord, nee, hij gaf zijn leven. Waarom? Omdat hij op dat moment dat hij dat kruis stierf, stierf voor onze zonde, voor onze schuld. Zodat hij vrede kon brengen. Vrede met God. De weg naar God is open. Ik begon daarbij. Jezus is niet gekomen om een religie te stichten, maar om de relatie met God te herstellen. En als je gelooft dat Jezus dat voor jou heeft gedaan, en als je het ontvangt, dan word je een kind van God. Dan krijg je vrede met God. En daarom vandaag, er zijn een aantal manieren hoe je kan reageren op Jezus. Laten we vandaag reageren zoals de herders. Zoals de wijzen. Ze knielden neer bij de kribben. Ook al was het een kindje. Maar ze geloofden, dit is de redder van de wereld. En hij gaat ons bevrijden van onze zonde. Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze wereld bent gekomen. Dank u voor dit moment. Heer, een moment waarop wij net zoals de herders en als de wijzen mogen knielen. Knielen bij de kribben, wetende dat de kribben uiteindelijk zou leiden tot het kruis. Waar u onze schuld droeg. Waar u ons bevrijdde van onze schuld. Heer, en ik bid voor ieder die hier is. En die dit misschien voor het eerst hoort. Heer, dat ze dit geschenk, dit kerstgeschenk, zullen aannemen. Religie is het antwoord van ons om bij God te komen. Maar kerst is Gods antwoord om bij mensen, om bij ons te komen. En mijn vraag is vandaag, wil je dat geschenk aannemen? Jezus, hij biedt het aan. Het is gratis. Je hoeft er niks voor te doen. Maar het heeft hem alles gekost. Zijn eigen leven. En als je zegt, ja Remco, ik wil dat geschenk aannemen. Misschien kan je heel kort dit gebed met mij nabidden. Dat hoeft niet altijd op, mag ook in je gedachten. Maar heb gewoon een momentje. Dit is een relatie. Dit is een relatie. Dit is een moment, een persoonlijk moment met jou en Jezus. Heer Jezus, dank u dat u voor mij bent gekomen naar deze wereld. En dank u dat u uiteindelijk aan het kruis bent gegaan. Om mij te redden van mijn zonde. En ik neem dat kerstgeschenk aan vandaag. En ik wil een nieuw leven beginnen met u. Kom in mijn stal. Ook al ziet het er niet uit, ook al is het smerig. Maar dank u dat u me niet veroordeelt. Maar dat u van me houdt. En dat u me een nieuw leven geeft. Amen. Amen.